Go Ahead Eagles, Jong AZ op het beste veld van de VVCS veldencompetitie. De Adelaarshorst, suk, krachtig, sterk, goed binnengeschoten in eerste instantie door Hulscher. In tweede instantie goed gepakt door Olij. En Langendijk vindt ook Olij twee keer op zijn weg. Goed gekiept door de doelman van Jong AZ. En zo zijn de eerste kansen in de wedstrijd voor de thuisploeg dat vorige week won tegen Jong Ajax. Dit is Jacobs, vindt Friday en het is 1-0. Nummer 6 van het seizoen voor Fred Friday. Vlak voor rust komt dus Jong AZ op voorsprong. Terwijl Go Ahead Eagles misschien wel voor had moeten staan. Suk, de aanjager op het middenveld. In de tweede helft vindt Langendijk. En die schiet de 1-1 achter de doelman van Jong AZ. De vierde goal van Langendijk. En Janni gaat zich gek maken, want Go Ahead Eagles gaat drop en drover. Olij met de fout en Hendricks met zijn tiende en de 2-1 voorsprong voor de thuisploeg. Belangrijke rol voor invaller De Kogel, die fungeert als bliksemafleider. En zo gaat Go Ahead Eagles dus richting de subtop. Rekent het af met het katerige gevoel wat het overhield afgelopen week aan de wedstrijd in Limburg tegen Fortuna Sittard. Hier krijgt AZ nog twee grote kansen via Dos Santos. De lat en doelman Stevens brengt redding. Maar AZ geeft niet op. Het won vorige week bij Emmen, voor maandag bij Os en Friday in de slotfase. En Jacobs met een niet te missen kans. Maar ja, het blijft 2-1 voor Go Ahead. En dus heeft Go Ahead alle geluk van de wereld in de slotfase. Suk, inmiddels gebombardeerd tot aanvoerder, vindt Hendricks. Ja, en Hendricks heeft zijn vizier ook niet op scherp. Alhoewel, hij scoorde wel één treffer, misschien wel de belangrijkste. Zo wint Flemings opnieuw thuis, nu van Jong AZ.